hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Was het vandaag vrijdag? Het is zondag. Jemig. Ik schrok zo erg, ik ben een knald op de auto voor mij. Ik had een fuck is mis met deze vrouw. Het is vandaag een zondag. Waarom schrok zo blij? Het is vrijdag. Oh ja, ik weet niet, het klonk zo leuk. Oh, wat mooi die bloemen trouwens. Het is vandaag zondag en wij zijn even onderweg naar de T-Mobile winkel. Oh, ja. Want ik ga vandaag een nieuw iPhone halen, guys. Ik heb nu deze iPhone, volgens mij is dat de 11 Pro Max, hè? Max, ja. En ik ga voor de 12 Pro Max, ook zo'n grote. Net als gisteren die kleine, zeg maar, versie gehaald. Maar ik ben altijd van de grote, want ik heb gewoon dikke vingers, ik heb gewoon ruimte op mijn scherm. Jij houdt je telefoon ook zo vast, joh. Te smal voor mijn dikke vingers. Nee, ik vind die andere leuk om gewoon series op te kijken en video's op te kijken. Vind ik het gewoon veel fijner. Dus dat is een beetje de planning. Leuk hoor. Dankjewel. Ik heb een truitje aan van Naked. I love it. Ik heb een nagels een keer een andere kleur gedaan. I love that too. Yes. Guys, we zijn er. Ik ga nog even lekker lunchen met Nes. Want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb niet eens ontbeten. Maar ik weet wel, de saladebar van heel irritant bij jou. En mijn buurt. Ja, dat is normaal. Jij wordt boos op mij, omdat jouw kont groot is en ik aan mijn kont komt. Rocco! De saladebar van Laplace is weer geopend. En ik heb er heel veel zin in, want dan kan je lekker weer zelf opscheppen en zo. En dat ga ik precies doen. Blijf ze maar af. Guys, Nes heeft gewonnen. Ik wil heel graag naar Laplace. Hij vond het niet goed genoeg. Dus we zitten hier bij een Lidl aan. En we gaan lenteroppen halen. Wat wil je zeggen? Nee, ik had gewoon liever Laplace. En ik heb het niet meer zin gekregen. Dat is niet dat ik niet goed genoeg. Hallo jongens. Ik mag geen mening hebben van Mir. Laplace had niks. Ja. Die wou gezond eten. De salade was net bijgevuld. En de salade was niet lekker. Het zag er niet goed uit. Ze hadden niks. Ja, hoe kom ik het om? Heb ik thuis ook? In ieder geval, we gaan nu springrolls eten. Met garnalen en kip. Hebben we er zin in? Bali vibes, toch? Beetje. Ah shit, wat mannen. Oh yes, de garneel zijn voor mij. Oh, de garneel. Oh lekker, oh lekker. Oh, nu vind ik het echt heel lekker. Heb je er wel zin in, hè? Oh, ja. En die lekkere pindasaus. Vind je deze lekker? Ja, deze is echt top. Oh, can't wait. Hij heeft net geschreeuwd uit de auto. Waarom? Ik vond het wel fijn, eigenlijk. Feeling alive, zeg maar. Feeling alive. En feeling alive. Ze gaan zich dood voor mij. Maar wel een beetje. Dat ga ik weer doen. Doe dat. Ja! En nu wil ik een koffietje. Oh, dat was mijn nieuwe telefoon. Ik ga zo show aan jullie. Is een packing of the mobile. Zo. Mijn nieuwe iPhone, guys. Ik heb trouwens gehoord van de medewerker dat de iPhone 12 Pro Max, dus niet alleen de Pro, maar de Pro Max, betere kwaliteit foto's maakt. En Nessim is nu heel erg jaloers op mij. Oh, ik laat de hoest trouwens zien. Maar dit is dus de telefoon. Oh, so happy. Dit is dus mijn nieuwe telefoon. Kijk. Dit is hem. Mijn nieuwe telefoon. Het is altijd zo'n lekker gevoel. Als je hem net nieuw hebt. Ik ga jullie even het verschil laten zien. Ik heb alleen nog zo'n lelijke magneetding erop. Ik had trouwens de vorige keer voor een groene gekozen. En nu heb je dus een blauwe hiervan. Maar ik ben dus voor grijs gegaan. Nu zie je echt dat deze grijs is. Ik vind het echt best wel een beetje zwart lijken. Ik zie echt bijna geen verschil. Ja, weet je wat ik wel echt merk? Van de zijkant is deze boller. Kijk, en wat je er eigenlijk normaal gesproken bij krijgt is alleen maar dit. Dus je moet dan apart dit nog halen. En dit ding kost gewoon 25 euro. Vind ik echt belachelijk. Ik heb er een hoes bij gehaald. En that's it. Ik heb hem laten verzekeren. Want ik weet, deze gaat toch ooit flikkeren. Want kijk mijn telefoon nu. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ze overleven niet bij mij. Kijk guys, Nessim is in slaap gevallen. En toen dacht ik, oh mijn god. Ik heb mijn tijdelijke bank nog helemaal niet laten zien aan jullie. Dit is dus een slaapbank.
Nou, zoals je ziet hebben mijn katten hem al een beetje vernield. Dus heb ik zo'n spray gehaald. Maar dit is onze tijdelijke bank. En die gaat dus straks aan de zolder voor de Sims Man Cave. Maar hij is voor nu heel handig. Want onze bank komt over 2 weken binnen. We hebben hier dus van die wandplanken van de IKEA neergezet. Ik moet nog wel even allemaal opruimen en zo. Maar ik moet nog eventjes allemaal van die potjes halen om goed te kunnen sorteren en zo. Dus het is nu een beetje rommelig. Maar dan kan ik ze alles lekker op sorteren. Onze katten zijn zo gek op deze kartonnen krabplanken. Kijk maar. Het maakt wel een beetje vies, maar ze zijn er zo gek op. Echt totaal geen spijt van. Kijk deze bolle hoe ze erin ligt. Ze zit er helemaal gek op. En, even kijken. Oh, ik denk dat dit de leukste verandering is. Want we hebben hier dus ook wandplanken neergezet van de IKEA. En Nesim heeft al zijn schoenen hierop gezet. Echt super handig. Ik denk dat hier nog een plank moet komen. Zodat hij daar zijn schoenen nog op kwijt kan. En dan is het helemaal goed. Ik denk dat hier ook nog allemaal planken gaan komen. Dus deze ruimte is echt mega groot. Er zit hier nog troep in en zo. Maar dit wordt dus een mancave van Nesim. En het wordt echt heel mooi. Maar het wordt echt een jongensruimte. Kijk, hij heeft hier al zijn PlayStation zo allemaal neergezet. Dus dit is echt totaal niet mijn ruimte. Maar ik vind het echt één van de mooiste ruimtes in het huis. Even een update over de raamdecoratie in onze slaapkamer. We hebben boven dus voor houten jaloezieën gekozen, maar dan in het wit. Ik vond het gewoon een veel mooiere combi met de vloer. En ik wou allemaal dat het er een beetje clean uitzag boven, dus vandaar. En beneden hebben we voor de houten jaloezieën gekozen in de kleur zwart. Omdat het natuurlijk veel beter matcht met mijn keuken. Een hele goede morgen guys, het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag echt zoveel pakketjes binnengekregen. Ik heb volgens mij mijn bureau binnengekregen. Ik heb mijn schoenenkast binnengekregen. Ik heb nog een kast binnengekregen. Maar ik heb ook andere kleine PR pakketjes gekregen. Dus ik ga vandaag even met jullie mijn eerste PR pakketje unboxen. En dat is namelijk die van Ideal of Sweden. Ik heb echt zoveel leuke dingen mogen kiezen. Die laat ik zo even allemaal zien. Maar voordat ik dat even ga doen, wil ik even melden dat ze nu echt een grote summer sale hebben. 30% korting op alles. En met mijn kortingscode Miriam Ahmadi krijg je nog 15% extra korting. Dus ik ga nu even starten met de unboxing. Als eerste heb ik voor een hoesje gekozen natuurlijk. En ik heb voor deze gekozen. Volgens mij heet die de Cream Gold Snake of zo. Echt prachtig. Oh, I love it. Echt heel mooi. Hier heb ik een bijpassende tasje bij gekozen. Ook in het beige, want ik wil gewoon dat het overal bij past. Het is ook een beetje die croco leer, zeg maar. En het is echt super handig. Het is dus een kleine tasje. En dan kan je je mobiel gewoon zo erin doen. Ik heb de Pro Max. Hij is mega groot. En kijk, hij past er zo makkelijk in. Op de achterkant heb je ook nog ruimte voor je pasjes. Echt een super handige tas. Maar ik wil mijn favoriete item met jullie delen. Echt, dit is echt het schattigste ding ever. Dit is dus een mini tasje. Ook in het beige. Krokoleer, gouden details. En hier kan je dus je AirPods in doen. Het is echt gewoon te cute gewoon. Kan je hem dus zo omdoen. En deze hebben ze echt in meerdere kleuren. Ze hebben ook zo'n fel oranje en zo ervan. Vind ik echt heel erg mooi. Ik ben weer voor veilig gegaan. Maar ik zou de volgende keer echt voor een fel oranje tas gaan. Ik vind hem echt zo cute. Niet normaal. Veel shopplezier. Vergeet niet om mijn kortingscode Miriam Ahmadi te gebruiken voor 15% extra korting op de summer sale. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog weer. Doeg!